Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 3.5 gezonde voeding. Je moet jezelf voeden om het celmetabolisme op gang te houden, waardoor je in staat bent om te bewegen en jezelf warm te houden. Ook heb je voedingsstoffen nodig om te groeien. Uit welke voedingsmiddelen je die voedingsstoffen haalt, heeft effect op je gezondheid. In deze video kijken we naar de keus voor gezond voedsel en de effecten op je lichaamsomvang, bloedwaarde en het milieu wanneer je voor bepaalde ongezondere voedingsmiddelen kiest. Het is belangrijk gezond te eten. Op die manier zorg je ervoor dat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt, maar wordt ook de kans op welvaartsziekte verkleind. Ook de risicofactoren die zorgen voor een verhoogde kans op welvaartsziekte neemt af. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en overgewicht. Het voedingscentrum is in 1941 begonnen met adviezen te geven over wat nou precies gezonde voeding is. In 1953 hebben ze hiervoor de schijf van 5 ontworpen. In al die jaren is er niet alleen het ontwerp veranderd, maar heeft er ook een verandering plaatsgevonden in wat nou precies gezonde voeding is en in welke verhouding. In de meest recente schijf van 5 uit 2016 wordt onderscheid gemaakt niet alleen in voedingsmiddelen, maar wordt er ook duidelijk in welke verhoudingen je de verschillende voedingsmiddelen moet eten. Zo heb je meer groente en fruit nodig dan vetten en ook meer groente en fruit nodig dan eiwitten in de vorm van zuivel, noten, vis, peulvruchten, vlees of eieren. Het is niet altijd gemakkelijk om gezond te eten. In de supermarkt liggen veel artikelen die sterk bewerkt zijn. Deze bevatten vaak veel suikers, vetten en zout en dat verhoogt de kans op risicofactoren voor welvaartsziekten. Deze voedingsmiddelen vinden mensen wel vaak lekker. Ze zijn vaak goedkoop en bovendien gemakkelijk verkrijgbaar. Het is daardoor niet altijd makkelijk om te kiezen voor gezonde voeding. De keus voor ongezonde voeding kan dus leiden tot risicofactoren die welvaartsziekten kunnen veroorzaken. Een van de bekendste en het grootste risico is overgewicht. Wanneer je te zwaar bent, is de kans op problemen groter. Maar dit betekent niet dat je zomaar moet gaan lijnen. Vooral wanneer je in de groei bent, is het belangrijk dat je voldoende goede voedingsstoffen binnenkrijgt. Een diëtiste kan je daarbij helpen. En hoe weet je eigenlijk of je te zwaar bent? Je kan niet zomaar zeggen dat iedereen bijvoorbeeld 75 kilo moet wegen, want dat is afhankelijk van je lengte. Een veelgebruikte manier is het bepalen van je BMI, je Body Mass Index. Hiervoor deel je gewicht door de lengte in het kwadraat. Heb je een gezond gewicht, dan heb je een BMI tussen de 18,5 en de 24,9. Is je BMI lager, dan heb je ondergewicht. En ook dat is gevaarlijk. Is je BMI hoger dan 24,9, dan is er sprake van overgewicht en neemt de kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten toe. Dit moet je wel met een korreltje zout nemen. Topsporters, die dus veel spiermassa hebben en weinig vetweefsel, die zijn vaak ook zwaarder en hebben vaak ook een BMI boven de 24,9. Bij deze personen neemt de kans op hart- en vaatziekten niet toe. Wanneer je overgewicht hebt, is je bloedsuikerspiegel vaak ook hoger. Hierdoor wordt er constant insuline geproduceerd. Uiteindelijk leidt dat tot een verminderde suikertolerantie. Je lichaam gaat hierdoor nog meer insuline produceren omdat er minder suiker wordt opgenomen uit je bloed. Hierdoor neemt de kans op diabetes type 2 toe en dat geeft weer een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Maar overgewicht zorgt bijvoorbeeld ook voor een verhoogde bloeddruk. Het hart moet harder werken om het hele lichaam van zuurstof te voorzien, waardoor de kans op hart- en vaatziekten toeneemt. Helemaal wanneer er naast overgewicht ook sprake is van een hoog cholesterolgehalte. Wanneer je bloed rondgepompt wordt, wordt er een constante druk op de bloedvaten uitgeoefend. En dat is geen probleem, want zolang die druk niet te hoog is en je goed gezond bent, kunnen je bloedvaten dat gewoon hebben. Maar wanneer er constant een hoge druk heerst, dan kunnen er minieme scheurtjes ontstaan. Wanneer je een elastiekje bijvoorbeeld constant heel ver uitrekt, dan zie je op een gegeven moment ook barstjes ontstaan. En wanneer er een scheurtje ontstaat, dan probeert je lichaam dat zo snel mogelijk te herstellen. Er ontstaat dan als het ware een klein korstje aan de binnenkant van je vaatwand. En ondertussen stroomt het bloed hier natuurlijk de hele tijd langs. Nou, je bloed bevat verschillende stoffen. Natuurlijk je bloedcellen, maar ook hormonen en cholesterol. Cholesterol is een vet
dat super belangrijk is voor de bouw van celmembranen, maar een overschot kan gevaarlijk zijn. Cholesterol is een vet en in een waterige omgeving zoals je bloed kan het zich daar niet in zijn eentje doorheen verplaatsen, maar moet het gebonden zijn aan een eiwit. Dit kan een LDL of een HDL-eiwit zijn. Is cholesterol gebonden aan een HDL-eiwit, dan wordt de cholesterol naar de lever gebracht waar het wordt afgebroken. Is cholesterol aan LDL gebonden, dan wordt het juist naar andere delen in het lichaam gebracht. En het is dat LDL-cholesterol dat een probleem is. Dat is namelijk een beetje plakkerig. Bovendien, wanneer er sprake is van overgewicht, dan is ook de locatie van je vetopslag van belang. Sla je je vetten op in de buikholte, dan is de kans op hart- en vaatziekte groter dan wanneer het meeste gewicht rond je heupen en je benen zit. Vet in de buikholte verplaatst zich namelijk vrij gemakkelijk. En hier komen vetzuren bij vrij. En wanneer er veel vetzuren in je bloed rondzweven, dan is dat een signaal voor de lever om LDL-eiwitten te produceren. En hierdoor neemt de hoeveelheid LDL-cholesterol dus in je bloed ook toe. En dit is de plakkerige cholesterolvariant. De hoeveelheid HDL-eiwitten, dus de goede cholesterol-eiwitten, dat cholesterol naar de lever brengt om afgebroken te worden, die neemt juist af. En dat is dus precies niet wat je wil. Want LDL zorgt voor een verhoogde kans op aderverkalking omdat het zo plakkerig is. Op het moment dat er een scheurtje aanwezig is, doordat je bijvoorbeeld overgewicht hebt en daardoor een hogere bloeddruk hebt, dan blijft het LDL-cholesterol aan die kleine scheurtjes plakken. Het dringt daarmee de celwand binnen en daar is je afweersysteem helemaal niet blij mee. In reactie hierop worden macrofagen, een soort vuilnismannen, naar de beschadiging toegebracht en deze nemen alle cholesterol op en krijgen hierdoor een beetje een schuimig uiterlijk. We noemen ze dan ook schuimcellen en deze blijven ter plaatse. Hier blijft nog gemakkelijker LDL-cholesterol aanplakken. Uiteindelijk stapelt het dus zo op dat het de vaatwand vernauwt. Het lichaam reageert dus op een scheuring door bloedplaatjes te sturen die de scheur, dichtplakken. Ze maken een korstje. Maar dat kan er dus uiteindelijk voor zorgen dat het cholesterol blijft plakken en het hele bloedvat afgesloten wordt en het achterliggende weefsel geen zuurstof en voedingsstoffen meer krijgt en daardoor afsterft. Gebeurt dit in een van de bloedvaten in het hart, dan spreken we van een hartinfarct. Cholesterol heb je dus wel nodig. Het is alleen wel belangrijk dat er wel de juiste verhouding LDL en HDL-cholesterol in je bloed aanwezig is. De cholesterol-HDL-ratio bereken je door het totale cholesterolgehalte te delen door het HDL-cholesterolgehalte. Is dat getal lager dan 4, dan is de verhouding totaal cholesterol-HDL-cholesterol in orde en heb je geen verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het voedingscentrum raadt dus aan om veel verse groenten en fruit te eten en de vleesconsumptie te beperken. Behalve dat dit helpt om een gezond gewicht te behouden en het cholesterolgehalte laag te houden, heeft het beperken van de vleesconsumptie nog meer voordelen. Het fokken van landbouwdieren voor hun vlees kost namelijk ontzettend veel energie en ruimte. Bovendien moet er ook ruimte zijn om het voedsel voor deze beesten te verbouwen. Inmiddels wordt 1/3 van al onze landbouwgrond gebruikt voor voedsel voor vleesdieren. De landbouwgewassen die daarop verbouwd hadden kunnen worden, kunnen veel meer mensen voeden dan de dieren die we kunnen kweken met al die veevoergewassen. Er gaan dus veel potentiële voedingsstoffen verloren tussen de trofische niveaus wanneer we vlees eten in plaats van landbouwgewassen. En dit wordt de eiwitcrisis genoemd. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!